Echt jammer, ik mocht ze de outfit niet laten zien, maar ze ziet er zo leuk uit. Ik heb weer mijn pet binnengekregen. En ik ben benieuwd of deze wel zo is. Ik kom elke keer tijd tekort. En toen dacht ik, en waar is de 7 op mijn grote doos? Yes. Oh, die had je al heel snel gevonden. Ja. Dat hou je heel goed in de gaten. Maak hem maar open voor mij. Ik heb het weer een klein beetje te laat gemaakt. Het is maandag en de kerststemming zit hier echt al in. Het lijkt de kerstroman sterren aan. Oh, jij denkt de kerstmuziek aan, maar ik gooi ook nog even mijn kerststal er doorheen. Het is één bongmuziek hier. Lila is een tekenes en ze laat zo'n bijtje aan het eten. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. En we gaan zo naar school. Gedaan, oh, wat heb je gedaan? Ik heb hem uitgezet en toen vroeg ik om die daar weer ook weer wat te drukken. En toen ging die weer aan. Nee, toen ging die weer aan. Oh, dat is een beetje gemeen. Oh, het regent. Ik hou niet van regen. De meiden zijn op school. Echt jammer, ik mocht ze de outfit niet laten zien. Maar ze ziet er zo leuk uit. Ze heeft zo'n leerlook baretpet gehad. En we hadden een beetje een 70s outfit bijgesteld. Echt zo schattig. Dus ik hoop dat ik het later vandaag nog kan laten zien. Echt zo cute. En nu snel naar huis. Ik heb zo'n zin even in een grote bak thee. Echt niet normaal. Ik heb weer mijn pakket binnengekregen. En ik ben benieuwd of deze wel zo is. Echt. Ik baalde zo verschrikkelijk erg voor de kerk. Het is echt vreemd als die was niet normaal. Hij klinkt wel beter. We gaan het zien. Lastig dat je die dingen uitpakken ook. Je ziet wel scharnieren op zitten in ieder geval. Dus als er niks anders meer mis is, zou deze dat moeten doen. Nou, tada, tada, tada. Deze staat. Dus ik ga hem gelijk naar zolder brengen. En dan kan ik zo mijn was, die bijna klaar is, hier op gaan hangen. Mag ik hem ook in de kool hebben? Ik heb twee kleine, lieve, gekke meisjes uit school opgehaald. Hé, hey Sarah, kijk eens naar mij. Sarah, je ziet er zo mooi uit. Ik vind je echt heel cool. Oh, oh, je trekt... Nou, kijk je uit... Sarah! Dat is niet heel handig met deze schoenen, denk ik. Het zijn instappers. Meiden zitten weer op school. En ik bedacht me, ik kom elke keer tijd tekort. En toen dacht ik... Ik ben deze vriend eigenlijk helemaal vergeten. Oh, dit is trouwens echt van de week gebeurd. Een stukje mijn laminaat. Maar goed, hij maakt een beetje herrie, maar ik ga toch naar boven. Dus deze mag weer even zijn werk gaan doen. Nou, dat was van zeer korte duur. Toen was de batterij leeg, dus hij staat er weer op te laden. En nu weer tijd om de deur te gaan. Dus hij heeft het toch nog even opgeladen. En dan kan hij ondertussen nog wat doen. En ga ik kijken of me dat echt toch nog wat tijd gaat schelen. Ik ga op de fiets, maar twijfel een beetje over het weer. Zij is weer uit school. En oh... Doe mijn haar pluist heel erg en ik ben niet scherp, maar goed. Ze komt gelijk, eerst wat ze doet, met de kalenders aan. Hey, volgens mij zitten al jouw chocolaatjes, je ziet het ook, hij bolt helemaal. Ik weet niet of je het zo op de camera ziet. Ze vallen er allemaal uit bij jou, maar dat maakt niet uit. Welke dag, weet je het nog? De zevende. Waar is jouw 7 gebleven? Ik heb hem al gevonden. Ja! Nou, kijk of daar dan toevallig nog een chocolaatje in zit. Maar ik denk dat hij ook dat bijna alles onder zit. Ja, kom maar. Ik haal er bijna uit. Kijk eens, daar is die. Alsjeblieft. Hé, hey, hij zit er nog in. Ja, dan valt hij er alsnog in. En waar is de 7 op mijn grote doos? Ja. Oh, die had je al heel snel gevonden. Ja. Dat hou je heel goed in de gaten. Maak hem maar open. Mm. Wat is dat? Dat is meer een naaifijer. Nailfiles. Kijk, nee, laat het maar in voor je het uithaalt. Ik vind het heel schattig zo. Oh, dit is echt zo super cute. Even zo. Dit zijn dus 6 nagelveldjes. Oh,
Kijk hoe mooi ze zijn. Die zijn echt leuk. En in zo'n mapje. Oh, dit is ideaal. Dit vind ik echt superleuk. Ja, daar heel voorzichtig tussen vouwen. Dankjewel. Dit is echt cute. Ah, leuk. Kijk wie we hier hebben. Zo, is niet normaal. Het is hier zo licht en je ziet Bodhi amper. Hallo, scheet. Hallo. Hi. Hi. Je bent zo zacht. Wij gaan Penosa verder kijken. Je valt staat al aan. En ik ga mijn chocoladeletter eten. Nou, het is toch verpest nu, dus. Ik heb het weer een klein beetje te laat gemaakt. Dus snel alles aan het uitzetten en klaarzetten. Vaatwasser aan. Mijn stofzuiger, die nu wel opgeladen is, aan. Even kijken. Want het is... Oh. Het is toch wel mega fijn. Hij maakt alleen best wel veel herrie deze. Maar goed. Het lijkt of hij vastloopt. Want zoveel herrie maakte hij eerst niet. Even spieken. Af en toe blijven er haartjes aan de borstels hangen. Dat moet je dan wel even loshalen, anders loopt het motortje dus daarvan vast. Lang leven lang haren, hè? En mijn is zelfs haren. En wat staat aan? Moet ik nog wat? Nee, volgens mij niet. Je kan je ook zo'n dweldoekje aan doen. Dat moet ik eigenlijk ook doen, maar daar ben ik nu te lui voor. Ik wil toch wel graag naar mijn bed. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik wil niet graag naar mijn bed, maar... Morgenochtend ben ik blij als ik nu naar mijn bed ga. Kijk er morgen wel naar. Ik hoop trouwens dat ik dit boven niet zo hard hoor. Weet je waarom die zo verschrikkelijk voor herrie opeens is gemaakt? Maar goed, ik wil boven de herrie uit de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer.